Hallo Melfam en welkom terug bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Melvin en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuw horrorspelletje op het programma staan. En dit keer is dat een Japans horrorspelletje wat gaat over een pop. Welkom bij Okiku! Of Okiku, of Okiku, of Okiku, of Okiku, of Okiku, of Okiku, ki. Ik heb geen idee. Yo, Melfam! En welkom terug inderdaad bij een gloednieuwe horrorvideo. Ik ben Melvin, ik sta hier in mijn prachtige studiootje om weer een leuk spel voor jullie te gaan opnemen. Waarin wij dus een of andere enge pop hebben en ja, dat is het. Ik heb er geen zin in, maar het gaat vast wel leuk worden. Als jij er in ieder geval wel zin in hebt, druk dan op dat blauwe duimpje omhoog. Druk op dat knopje abonneren, want we gaan er eindelijk richting die 200k. Gaan we dat dit jaar halen? Ik hoop het wel. Het zal leuk zijn. Ja, bedankt. Doe dat allemaal. En dan gaan we nu beginnen met... Okiku. 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 Oh, een verhaal. A famous doll named Okiku is stolen from a temple by Haku, the owner of sake bar and restaurant. He believes the doll will help his failing business and bring more customers. Shortly after bringing the doll to the restaurant, strange and horrifying events begin to occur. Haku is forced to temporarily close the restaurant. Nou, dat ging goed. Wat kut. Er staat in ieder geval, then he finds you. Minato, a young student with an interest in mysteries and the paranormal. Haku tells you he will pay you if you can solve the mystery and calm the spirit of the doll down. You head out one evening on your scooter to begin your investigation. Will you solve the mystery or become another victim of Okiku? Gelijk een vraag. Waarom is altijd alles in de avond? Is dat gewoon verplicht of zo bij zoiets? Ik snap dat echt niet. Nou, we gaan wel gewoon beginnen. Press any key to continue. Oh mijn god. Finally I'm here. I think Uncle Haku left me a spare key to the front near the Buddha out. Oh, we zijn buiten. Oh, de Buddha heeft een key voor mij. Hallo Buddha. Heb jij een key voor mij? Of, nee, dat is geen Boeddha. Oeps. Waar is dan hier de Boeddha? Die is trouwens ook echt super donker. Hallo? Okiku, kan je me binnenlaten? Waar is de Boeddha? Je gaat toch niet zeggen dat ik nu al moeite heb met het vinden van een Boeddha. Boeddha, ben je hier dan ergens? Oké, dit is echt gewoon al... Hoe weet ik nou niet wat een Boeddha is? Trouwens, leuk feitje. Een Boeddha moet je altijd krijgen van iemand. En mag je nooit voor jezelf kopen. Ja, dat weet ik. Dat heb ik ooit gehoord. Of het echt is, weet ik niet. Ik geloof er niet in. Maar ik vond het wel een leuk verhaaltje. Dus koop nooit een Boeddha voor jezelf. Oh, hier is een Boeddha. Heb jij een sleutel voor mij? Oh, ja! Er zit wel echt een insanely eng insect bij, maar dankjewel. We hebben een sleutel! Oké, ik had toch wel goed dat het een Boeddha was. En dit hier is een of andere, ja wat is het? Leeuw of zo. Daar gaan we. Open. Hallo, Okiku. You can hide under tables. Wat? Wat is dit? Een hele lore. Jij denkt dat ik dat ga lezen? Oké, ik heb het wel even snel gelezen. En het verhaal is dus dat, dat die pop is gekocht door een jongen van 17 voor zijn 2-jarige zusje om mee te kunnen spelen. Wat kan ik hier doen? Zakencontainer. Gaan we bier suipen hier of zo? Wat? Nee, wat is dus gekocht? What the fuck zijn dit voor foto's? Oh mijn, hallo mevrouw. En wat is dit? Een chefkok en een man. Leuk joh, die foto's. En hier ligt een... Oh, kunnen we... Een radio. Ja, dat zie je, dat denk ik dat het een radio is. Show cursor? Ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Wat? Oké. Ja, nou in ieder geval gekocht voor zijn 2-jarige zusje. Huh? What was that? Some kind of paranormal activity? I should investigate the area and read all information I can find on Okiku. Oh, nog meer? Nee, niet nog meer. Nog meer! Oké, ja. Misschien is het nog wel even duidelijkheid om te geven. De pop, die had de naam gekregen van dat meisje. Dus het was een soort van spiegelbeeld van haar. En hierin stond in dat briefje dat ze dood was gegaan door de gele pest of zo, hoe je het ook maar noemt. En wat zijn dit? Waarom heb ik hier foto's van karpers? Waarom heb ik daar foto's van... Hey, wat is dit? Een coin. Kan ik die meenemen? Een Japan? Nee, ook niet. En nog meer foto's. Allemaal van Japan. Nou, mooi. Nee, maar die pop... Play hide and seek with... Oh, oh nee.
Oh, dit vind ik echt heel eng. Maar wie gaat er nu zoeken en wie gaat er heiden? Ik heb niet eens de kans om jullie het verhaal te vertellen, want er is opeens een hide and seek met een pop. In ieder geval, die pop, die had dus die naam gekregen en die, dat meisje ging dood van wie de pop was. En toen, ja, is die pop niet met haar meebegraven, maar naar een antieke tempel gebracht. Waarom weet ik ook niet. Maar goed, dat is wel het verhaal. En we zijn hier bij sushi. Kan ik die sushi niet eten? Nee. En ook niet die coin. Maar moet ik nou hiden? Ik kon hiden onder de tafel. Hiding place. Moet ik hier hiden? Of moet ik haar juist zoeken? Ik denk dat ik haar juist eerst moet zoeken. Ik ga wel gewoon zoeken. Kom op, wegwees hier. Hoe kan ik hier onderweg? Wat? Oké, dat was... Het werkt wel een beetje gek, maar dat maakt niet uit. We gaan haar zoeken. Okiku, okiku, koe. Hallo, tijger. Dat is trouwens wel echt een groep. Dat hoorde ik. Dat vond ik... Hallo? Oh, ik vind het best nog wel eng wat ik allemaal hoor. Maar we gaan op zoek naar Okiku. Ik weet niet waar Okiku gaat zijn. Hier bij de kassa? Nee, misschien hier in een hoekje. Okiku. Okikuki. Koekiku. What the fuck gebeurde daar? Ik heb hier wel trouwens een... Waarom heb ik hier een jukebox met zulke muziek? Nou, laat maar aanstaan. Dat maakt de horror wat minder. Daar is ze. Oké, ik heb Okiku nu gevonden. Moet ik haar nu nog een keer... Serieus, is dit het spel? Als ik haar alleen maar moet zoeken, dan ben ik er heel gauw klaar mee. Okiku, hier is ze. What the heck? Wat is dit? Is ze nu op de wc? Nee. Die muziek ook... Ik dacht, ik ga een eng horrorspel spelen. Het is Japans en zo. En meestal zijn Japanse horrorspellen wel eng. Maar dit valt me nog een beetje tegen. Hier, daar is ze. Okiku. Hoe vaak moet ik dit doen? Okiku. Ik zoek jou. Okiku cookie. Hier is ze. Wat is dit nou? Play hide and seek with Okiku. Nou, dit is echt letterlijk het enige wat ik aan het doen ben, ja. Hier. Moet ik haar steeds sneller zoeken of zo? Of wat gebeurt er? Want als dit het verhaal is van Okiku, een verstoppende pop, dan weet ik toch ook wel dat het niet goed is. Hallo Okiku? Hier ben je. Hé? Is dit serieus alles wat ik moet doen? Die muziek hier ook nog steeds, serieus. Ze staat nu op de wc, oké. Oh, en nu staat ze op de kast. Oh! Ah! Ah! What the fuck, what the fuck? Waar moet ik de licht aan doen? Waar moet ik de licht aan doen? Ah! Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Dit is zo eng, dit is zo eng. De licht aan, licht aan, licht aan. Ik ga naar buiten, ik ga naar buiten. Ik ga op de scooter weg. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, what the fuck. Dat hele spel is opeens veranderd. Oh. Wat de heck was dat dan? Breng alles, misschien hoe ze er staat. Dit is niet goed. We moeten er langs. We moeten er langs. We moeten de lichten aandoen. Maar waar moet... Ik vind het niet... Nee, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Waar is een lichtknop? Waar is een lichtknop? Waar is een lichtknop? Hier. Oh, we hebben een... Ah, dat vind ik niet leuk. Ik vind het zo niet leuk. Ik haat dit zo erg. Muziek ga aan. Oh, mijn hemeltje lief. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga dood. Ik ga langzaam dood, jongens. Het spijt me zeer, maar ik weet niet waar de lichtknop is. Ik heb een barkey nodig. Misschien had ik die eerst moeten zoeken voordat ik verder ging. Want dit is echt debiel. Dus hier een barkey. Wat wil je nou van mij? Ik weet niet wat ze wil. Oh, hier ligt toch een briefje. Wat is dit? 10 etiquette rules to follow in... Waarom ga ik dit nou lezen? Er staat letterlijk... Er vliegt letterlijk een bezeten pop naast mij. En ik denk van... Oh, ik ga een briefje lezen. Nou, in ieder geval, hier zijn de 10 etiquettes voor Japanse restaurants. Mocht je ooit naar Japan gaan, dan weet je dat... Wil je niet zo gillen? Oké, ik had het enger verwacht, maar nu ze me aan het volgen is, is het al minder eng. We hebben dus de stroom nodig, maar hoe krijg ik de stroom aan? Ik heb het gevoel dat ik daar naartoe... Hou op, volgens mij... Ik denk dat je dat meisje hoort schreeuwen dat dood is gegaan door de pest. Dat is namelijk het verhaal. Dat zou best wel eens kunnen. Maar even, waar is hier de stroomknop? Hey, zaken. Wat lekker, een flesje zaken. Ik heb dat nog nooit gehad, ik zou het wel eens willen proberen. Hebben mensen ervaring met zaken? Zaken, zaken, zaken. Zak maar lekker door. Oké, sorry. Licht. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Waar moet ik naartoe? Ik heb licht nodig. De enige plek waar ik nog niet heb gezocht is hier. Is hier dan iets aan de muur misschien? Ja! Ja! Oh, kijk dit dan. Yes! Licht is aan. Toppie. En nu? Wat is dit? Wie ben jij dan? Hallo?
Wat? Was dat misschien dat meisje? Ik heb wel de licht aangedaan, toch of niet? Oh ja, maar jij staat nog steeds in de fik. Investigate tea rooms. En dit meen je? Hoe dan? Hoe moet ik haar avoiden als ze achter me aan zit? Oh nee, oh nee. Oh mijn god, wat gebeurt er? Oh mijn god, wat gebeurt er? Oh mijn god, wat gebeurt er? Ik word in de fik gezet door haar. Hoe kan ik me even stoppen voor haar? Hoe werkt dit? Hou op! Ik ben ingesloten. Ik ga dood. Ik ga dood. Dit is niet goed. Hey, examen. Misschien is een 3. En wat staat hier? Een 1. En daar een 7. 7, 1, 3. Oh, wie ben jij? Wat gebeurt hier? 7, 1, 3. Ik heb een code. Moet ik... Oh, wat gebeurt hier? Hier, hier. 7, 1, 3. Vul in. Vul in. 7. Hier, 7. 1, 3. Kom op, open. Ja! Ik weet niet wat dit doet, maar we hebben het. Wat zit erin? Open een zakenkist. Een key. Een key. Geef mij de sleutel. Ik ga bijna dood, joh. Ik ga echt bijna in de fik. Maar, huh? Ik snap er niks van. Moet ik wat met jou doen? Oh, ik kan eruit. Nee! Ik ben opgesloten. Nee, dit meen je niet. Dit is nog niet zo'n spel waar ik nu dus vast zit omdat ik weg... Nee, dat meen je niet. Kiku claimed another soul. Grandioos spel dit, echt waar. Maar hoe moet ik dit dan doen? Ik ben nu weer terug in dit ding. We hebben hier dus... Die Okuki, die vliegt daar, maar die mag mij nu niet zien ofzo. Want ik heb het gevoel dat dat helemaal fout ging net bij mij. Kijk, ze vliegt daar echt als een dwaas, joh. Wat doet ze nou dan? Wat doet ze? Of ziet ze mij wel? Ik begrijp er echt niks van. Ik moet dus proberen. Kijk, wat doet ze? Wat gebeurt hier? Huh? Moet ik hier gewoon een soort van omheen gaan en dan die theekamer in? Ik ga gewoon die theekamer in. Fuck dit. Kijk, ze vliegt en ze ziet me niet. Oké. Okay. We weten in ieder geval de code voor dit kistje. Of is die code veranderd? Ik denk het niet, toch? Nee, 713. Oké. Okay. We gaan hem doen. 7. Ja. 1, 3. Ja, kijk, ik weet hem nog. Oké, okay, nu zit hier dus een sleutel in. Die we dan waarschijnlijk moeten gebruiken voor die deur daar helemaal links. En nu moeten we even wachten totdat hier het hele gekke shit gebeuren is. Want ik weet niet wat dit is. Check die poppen. Het is wel creepy. Ik moet toegeven, ik zou hier niet heel erg op mijn gemak voelen als dit in het echt ook... Oh, daar zit er ook eentje op. Oh, jongens, ga alsjeblieft weg. Ga weg. Ga alsjeblieft weg. Please. Doe, jongens. Ik moet hier uit. Kom op. Ah, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Oh mijn god, oké, snel weg hier. Ze is hier niet in de buurt. Open, kom op. Ga je doorheen. Kom op, ga door die deur. Hé, hey, dat was ze weer. En nu dan? Oh, wat? Locate Okiku's shrine and learn her past. Moet ik met haar wat doen? Hallo, nee. Oh, wat? Oké. Okay. Ah! Ah! Oh, jezus. Wat is dit dan? Ga weg. What the fuck was dat? Oh, mijn hart. Oh, hier ligt trouwens een briefje. Wat is dit? Oh, niet nog meer lore. What the heck? Dat was echt een hele gekke jumpscare. Oké, ik heb pagina 4 en hier lag trouwens pagina 3, beide gelezen. En het verhaal is dus dat de pop als het ware aan het veranderen is in volgens mij een daadwerkelijk jong meisje. Dus dat is dan dat meisje, dat zusje van die jongen die die pop heeft gegeven. Echt, wat de heck. Het is... Oh, het is wel echt creepy trouwens. Maar dat is dus het verhaal en we moeten hier nu de shrine vinden, maar hoe vind ik dat? Is dat een van deze poppen of is dat een zakenfles? Wat moet ik doen? We moeten iets vinden hier. Of heb ik dat al gevonden met die jumpscare die ik had? Oh! Wat is dit? Hallo? Dit is weer een hele gekke radio waar we niks mee kunnen, van mijn gevoel. Of misschien gaan we daarmee juist haar oproepen, of niet? We moesten iets zoeken hier, maar ik weet niet wat. Het enige wat we hebben zijn al die gekke dansende poppen daar in de verte. Moet ik misschien gewoon terug? Moet ik misschien gewoon terug naar Okikuki of zo? Zou dat het zijn? Oké, ik denk dat dat het is. Escape zakenbar restaurant? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik doe die deur gewoon dicht. Ik doe die deur gewoon dicht. Oké, was dat het? Moet ik hier nu door deze deur? Hallo? Is dit het? What the fuck? Wat was dat? Wat? Was dat het? Heb ik het gedaan? Hallo?
Dit is wel echt een vet muziekje trouwens. The protective aura of Okiku's mom brought Minato into the spirit realm forever. The doll Okiku and the spirit, as well as little girl spirit who spread to protect, has returned to the temple with their rightful owners. Your uncle Hanku has lost his territory to fight the fires and the police are still searching for him and the man with finish in the thing there. Dus, oké. Okiku is weer terug bij de huidige ouders. Het restaurant is kapot en ik heb het gewoon goed gedaan. Haha, wat goed. Wat een leuk spel. Ik vond het leuk. Ik vond het een leuk verhaal. Het was misschien niet heel erg eng. Maar hey, dat heb je soms. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie hebben genoten van deze video. Ja, dat doe je toch in Japan? Een buiging? Nou. Een buiging naar de makers. Druk in ieder geval op het blauwe duimpje omhoog als jij genoten hebt. Klik hiernaast op een andere leuke enge video hier op mijn kanaal. Abonneer natuurlijk, druk op dat belletje. Dan ben je op de hoogte van al mijn leuke video's. Road to 200k mensen, we gaan het halen dit jaar. Ik kan nog maar één ding zeggen nu tegen jullie. En dat is... doei mensen!